Welkom bij Zeker Eten. En je bril. En mijn bril. Oh. Het ziet er straf uit. Oh, gezellig. Hey! Ik ben er. Mooi. Hallo. Hebben we nodig? 500 gram meel, 1 eetlepel bakpoeder, 1 theelepel zout, 1 theelepel suiker, 2 eetlepels boter, 100 ml water, 100 ml melk en olie om in te frituren. Jasmin, ja. Wat is er buiten aan de hand? Ja, weet je, sorry voor de overlast. Kijk, gelukkig praten we al vrij luid. Maar de buren zijn aan het verbouwen. Ja. Amsterdam! Hey! Deze is erg fijn, want daar hoef je geen zout bij toe te voegen. Heb je een andere zelfrijze bakmeel, dan moet je er wel snufje zout bij doen. Suiker, heb je toevallig bruinzout? Nee, natuurlijk niet. Doe maar gewoon een beetje witte suiker. Normaal gebruik ik bruinzout, want dat is niet zo zoet. Ja, bla bla. Kijk eens, suiker. Boter. En bloem. En moet je niet baking powder? Baking powder. Eigenlijk zit er al baking powder in. Omdat het zelfrijzen bakmeel is. Maar om het eentjes nog luchtiger te maken, gooi ik toch altijd stiekem één zakje in. Ik vind dat je heel goed staat hoe je dit zo uitlegt. Om een beetje meer rijzing te doen, hebben we toch een zakje nodig. Eigenlijk is het niet nodig, want de zaak, de meel, de deeg, de bloem, heeft al de rijzing. Oké. Nou, dat is het dan. Yes. Want volgens mij gaat het om 11 uur echt doen. Ja. Is dat mijn goede kant? Beeldschoon, echt waar. Personen gaan we maken, geen idee. Maar er staan 500 gram. Oké, 500 gram. Ik doe nooit wat met de weeg. Maar voor iedereen die wat wil. Maar nou, we willen er genoeg maken. Een beetje. Oké. Stop maar. Ja. Ik heb je nog niet verteld. Wat? We hebben een snijcam. Ja? Cool, hè? Ja. Dat is okay. Een snijcam. Kijk eens. Yes. Mooi. Wat ik vergeten ben te vertellen. Eigenlijk hoeft er niet echt suiker in. Sommige mensen zitten er helemaal geen suiker in. Maar ik zet er bijvoorbeeld toch een beetje suiker in. Omdat het dan ook een beetje, zeg maar, zoetig is. En ik vind dat vaak lekker, want dan hoef je niet altijd beleg op je brood te eten. Nee, dat kan je gewoon zo eten. In Amerika noemen ze het hoe cake. Hoe cake? Ja. Hoe cake? Hoe cake. Oké, okay, we gaan. Zorg dat je aardig schoon is. Echt. Voordat je begint met alles, moet het schoon zijn. Met je schone handen. Dus, want je gaat namelijk eten bereiden voor mensen. Oké, wat we ook doen nu, snuffelen suiker. Dat doe ik ook echt gewoon zo. En kan je niet zo goed dat ik heb gedaan. Kan een eetlepel zijn. Kan een eetlepel zijn. 2 eetlepels boter. Gesmolten, maar jij doet liever niet gesmolten. Nou ja, ik smelt als je kneed. Soms doe ik een snufje melk van een... Ja, dat is eigenlijk ook niet nodig. Kijk, gewoon dit. Oké, that's it. Zo een klein beetje? Ja. Nou, dat kan een klein beetje maken. Voor al mijn gasten die hier komen, heb ik een schoortje. Oh. En deze is speciaal voor jou. Oh. En weet je waarom die zo speciaal is? Why? Want die hebben de Antilliaanse vlag. Leuk, hè? En ik ben natuurlijk chef de cuisine. Oh, of course. Een beetje zoals een uitgezakte type. Lekker hoor. Ja, oké. Ja, zo. Ja, weet je, ik doe het gewoon echt hoe ik het altijd doe. Ja, doe het. Moet ik de meetkam erbij pakken? Nee, ik doe gewoon altijd een beetje dit. En dat zit. Zo. En wil jij dat snufje melk? Mag je doen hoor. Is niet echt heel erg necessary. Maar snufje melk. Oh, hè? Oh. Ah, dit heeft Cecilia vaker gedaan. Ik met mijn handen. Of het zeg maar. Ja. Knedable is. Uh-huh. Ja, in principe is dat knedable. Ja, knedable. Want mijn tante bijvoorbeeld, die doet dat zo op het aanrecht. Ja, ik doe een soort van rondje en dan in het midden doet ze dan water en melk en dan gaat ze er zo in. Omheen. Ja. Ja, nou, dat is eigenlijk heel ook een manier, hè? En het is ook heel handig.
Maar ik probeer eerst hier al eigenlijk een beetje mijn ding te maken. Zodat ik niet te veel ben. Maar ik het eigenlijk. Het liefst wil ik de aardappel. Ik wil dit eigenlijk niet. Dat vind ik ook een beetje lastig. Ja, het kan. Zorg voor ijs dat deze vandaan is. Maar goed, alles moet schoon natuurlijk. Dus dat gaan we ook schoonmaken. Nou, dan mag het wel schoon. Told you. Oh, you flowers. Flower it a little bit. En kijk, lust een beetje genoeg om zeg maar. Roll it steeds naar binnen. Hoe? Roll it steeds naar binnen. Ik pak elke keer dat het groen nog een beetje plakkerig is. Probeer ik gewoon een beetje te doen. Om het zeg maar. En dan zie je hoe ik aan het geven ben. Ik heb weer een stukje erin. Dit voelt gek zeg. Je hoeft het niet te netjes, want het is deeg. Dus het is een overwit. Okay. Behandel het alsof het gewoon juist mag. Bam! Zo, hoppa. Go for it. Right? Maar wel met liefde. Oh, sorry. Ja. Hij moet echt een gladde deeg zijn. En moet ik dan nog een beetje water doen? Dat is goed. Nee, dit heeft geen water meer. Nee? Nou, niet echt. Nee, want dit heeft gewoon een beetje liefde, warmte. Een beetje. Oh, dus dat gaf ik niet. Jawel, maar. En waarom doe je dit? Dat hij even lekker kan rusten en reizen. In principe is dit niet heel erg nodig, maar het is wel fijn om het even te laten staan. Mm-hmm. Niet heel lang. 10 minuutjes. Het is niet heel lang nodig. In principe kan je het ook gelijk nu snijden, maar ik zou 10 minuutjes doen. Oké. Okay. En voor mensen thuis? Doe dan een kwartier. Doe een kwartier. Oké. Okay. En wat gaan we nu doen dan? Nu ga je de pan klaarmaken. Oh. Met olie erin. Oh, om het te gaan chillen. Een platte pan? Ja, een bakpan. Ik maak het niet in diepe, maar je kan het ook in diepe pannen maken. Maar ik heb vragen. Oh, die vragen naar pannen. Ik heb een sponsor nodig voor pannen. Ik heb deze. Nee, dat kan niet. Getting there is eigenlijk een pan. Got it, baby. Maar zo ondiep. Iedereen doet het op zijn eigen manier. Hè? Dus dit is niet de garantie van zo moet het en zo hoort het. Dit is de Arty Way. De Arty Classy Way. Awa di Lamunchi. Lekker voorbij de Johnny Cake. Oh, nu mogen wij even naar jou kijken. Wij nemen limoen in een kan. Water, het liefst lekker koud water. Suiker. We doen al nog een beetje ijsklontjes erin. Een beetje voor jou drinken, dinken, dinken, dinken. Goed, als je een beetje lekker die limoen. Dan moet je die limoen lekker. Met liefde. Net even zo. Kijk, je kan natuurlijk ook, als je zeg maar een citroenflesje hebt, weet je wel, kan je dat zo. Maar dat. Ruiken. Oh, lekker. Lekker rollen, hè, Ed? Ja, goed zo. Of moet er ook citroen in? Oude limoentje. Okay. Niet oude citroentje. Ah. Mag jij even proeven? Ja. Lekker. Lekker? Ja. Fris? Ja. Doe je? Lekker. Geen suiker meer? Nee. Wil je gewoon de bodem? Okay. Wie komt de Johnny Cake bij me eten? Okay. En wat doe je? Je maakt stukjes. Ja. Ik begin met mijn duim erin en ik maak steeds een soort van pakketje gevoel. Daar met midden en steeds een pakketje het gevoel. Waardoor ik op een gegeven moment alles bij elkaar pak, zo. Pak alles bij elkaar en dan draai ik het om en dan heb ik een bolletje. En waarom doe je dat zo dan? Wat is Omdat mijn moeder me dat heeft geleerd. Echt waar? Ja. Wat doe je? Ik heb geen idee wat ik aan het doen ben.
Je bent wel heel lang met één bolletje. Ja, omdat ik dan steeds ik denk, ik krijg niet dat pakketje. Naar binnen. Maak er een liedje van. Naar binnen. Naar binnen. Naar binnen. Mijn mes is niet rond. Mm-hmm. Nou, in principe hoeven ze toch niet allemaal rond te zijn? Nee. Efficiënt. Kijk maar, hoe oud was je? Oh, ik was heel jong al. Ja? Toen mijn moeder dit vroeger maakte, toen was ik al helemaal verliefd erop. En toen zei ik al gelijk, mam, hoe maak je dit? Waar was je ongeveer? 13, hoe kon ik dat maken? Ja. Ik heb bijvoorbeeld heel veel recepten. Kan ik nog niet? Nee, ik kan ook heel veel nog niet hoor. En daarom maken we zeker eten. Welkom bij Zeker. En het is ook vaak zo dat met recepten en met alle ingrediënten, waar haal ik dat en hoe heet dat en waar is dat dan? Daar hebben we ook een topo voor. Zij je? Bij de vriendinnenclub moet ik dit al, ben ik degene die dit allemaal maakt. Hemel en aarde bewegen. Hoe zwarter het eruit ziet, eigenlijk hoe beter. Het is rot. Nee mensen, dit is bakbanaan. Trek lekker hè.